Naast mij de trainer van het tweede elftal van DVS 33 in dit DVS TV weekjournaal. En ik mag wel zeggen, de succesvolle trainer van het tweede, Martijn. Afgelopen zaterdag 3-6 tegen Apeldoorn, daar had je niet durven dromen. Nee, vooraf niet. Als je de wedstrijd ziet, dan is de afspiegeling nog mager qua kansen. Want we hadden, het had makkelijk dubbele cijfers kunnen zijn qua kansen. Dus wat dat betreft is de uitslag heel mooi, maar we hadden echt wel beter gekund. Ja, wel beter, maar het spel was wel in orde, vond je, over het algemeen, of toch nog een beetje kritisch erop? Nou, ik ben wel wat kritisch, ja. We kregen wat te makkelijk de goals tegen, ook op verkeerde momenten, net voor de rust, net na de rust. Dus we kwamen eigenlijk heel makkelijk 2-0 voor. Eigenlijk moesten we 3-0 maken net voor de rust. Die maken we niet, missen een hele grote kans. Dan krijgen we net voor de rust een ongelukkig doelpunt tegen. Nou, dan ga je toch met een wat minder gevoel de rust in. Na de rust hebben we toch op attent gemaakt van joh, begin heel scherp, want je weet niet wat er gebeurt. Nou, we krijgen binnen 5 minuten 2-2 tegen. Lopen we eigenlijk weer heel makkelijk uit naar 4-2. Nou, even daarna krijgen we weer een goal tegen 4-3. En daarna beslissen we wel de wedstrijd door 5 en 6-3 te maken. Maar het was wat wisselvallig zaterdag. Ja. Maar toch, 6 doelpunten en dan nog niet helemaal tevreden zijn. Wie heeft er eigenlijk allemaal gescoord? Lars scoorde er 3. Jordi Grovenstein scoorde er 1. Michael Moussa 1. En Isaac Kiesler 1. En de euforie natuurlijk groot na afloop in de kleedkamer. Zeker als je de uitslag van SDVB ook nog een keer dan hoort. Nee, kijk, in deze fase gaat het gewoon om de punten halen. En dat was het allerbelangrijkste. En dat hebben we heel goed gedaan. Die week ervoor tegen Sparta niet. Nu wel. En SDVB verliest. Dus dan is het gat weer 7 punten. Alhoewel, ik er eigenlijk had opgehoopt dat we tegen Sparta en tegen Apeldoorn zouden winnen. En ik had eigenlijk wel verwacht dat Barneveld punten zou spelen. En dan had ik gehoopt volgende week tegen AZSV thuis kampioen te kunnen worden. Maar goed, dat gaat nu niet lukken. Dus, Maar goed, nog 4 potjes bij elkaar, denk ik, hè? Ja, nog 4 wedstrijden. We spelen volgende week zaterdag thuis tegen AZSV. Dan uit naar DTS. Nou ja, goed, mocht het volgende week goed gaan, dan zouden we die week daarna eventueel kampioen kunnen worden. Thuis of uit? Volgende week is thuis tegen AZSV en dan spelen we uit tegen DTS. Dus mocht het gaan zoals we hopen, dan zouden we uit tegen DTS kampioen kunnen worden. En anders de week daarna uit tegen Berkum. En wat natuurlijk een hele lastige wedstrijd is. Dus ja, het is zeker nog niet gelopen, maar we zijn er heel dichtbij natuurlijk. Dan zou Maarten Zwijnenburg namens DVS TV waarschijnlijk met de uitwedstrijd meegaan. Want op het moment dat jullie kampioen worden, dat moet natuurlijk wel even op de gevoelige plaat komen, denk ik, Martijn. Ja, nou, dat vind ik zeker. Ik denk dat een unieke site of iets wat we kunnen bereiken. Ik bedoel, we zijn als tweede elftal of DWS 2 in de hoofdklasse nooit kampioen geworden. Dus we zullen voor het eerst in de historie gaan worden als we dat redden. Ja, dat is wel fantastisch. En zeker, we hebben toch wat dat betreft best een lastig seizoen qua grootte, qua selectie en dat soort dingen. Dus het is echt een hele knappe prestatie, want we moeten echt van heel ver komen. En mocht Maarten Zwijnenburg niet komen, dan krijg ik de cameraman wel zo gek om DVS 1 maar eens een keertje te laten voor wat het is. En dan gaan we gewoon lekker feesten met jullie. Ja, nou, daar gaan we in ieder geval voor. Dus ik ga ervan uit dat het ook gaat lukken. En die jongens die gaan ervoor en die denken aan niks anders meer. Dus ik, dat moeten we kunnen gaan redden. Heel, heel mooi. Maar jij moet toch wel een beetje een tweeslachtig gevoel krijgen elke zaterdag. Als je ook nog naar de uitslag van Hulshorst kijkt. Want je zit met in je achterhoofd de euforie van het tweede. Maar het team wat jij gaat trainen, dat is in grote nood. Ja, die vraag wordt me al vaker gesteld.
uiteraard ben ik ermee bezig, maar aan de andere kant ook weer niet, want ik heb er geen enkele invloed op. Het enige wat voor mij op dit moment telt is kampioen worden met DVS 2. En dan zie ik daarna wel wat er gaat gebeuren bij Hulshorst. Worden derde klasse of worden vierde klasse? Kijk, uiteraard gaat mijn voorkeur uit naar derde klasse. Maar ja, als het vierde klasse is, dan is het zo. En daardoor wordt de uitdaging niet minder. Het zou voor jou en de groep en je assistenten natuurlijk een prachtige apotheose zijn. Ook van de periode waarin jij hier bij DVS hebt gefunctioneerd natuurlijk. Ja, het zou een geweldig afscheid voor mij persoonlijk zijn. Maar ook met z'n allen, met de staf, met de groep. Dit is echt iets wat we met z'n allen hebben gedaan. Dus je kunt ook niet zeggen van iemand is daar bepalend in geweest. Maar het is echt iets van de groep geweest samen met de staf. En dat maakt het wel uniek, vind ik. Ja, heerlijk. We wensen je heel veel succes de komende vier wedstrijden. Dankjewel. Namens DVS TV. Komt goed. Oké. Een speler die we nog niet voor de camera hebben gehad, wel helemaal in het begin met het voorstellen van de spelers, is en die zit naast me, David van de groep. Welkom bij DVS TV. Dankjewel. Oké, David, je hebt een seizoen gemaakt. Aan de ene kant ben je er misschien tevreden over, maar aan de andere kant ook net niet. Zeg maar gerust dat ik er niet heel tevreden over ben. Ik bedoel, ik zal er meteen een cliché uitgooien. Als voetballer wil je natuurlijk voetballen. En dat is gewoon te weinig gebeurd. En dat is niet wat ik ervan gehoopt had natuurlijk aan het begin van dit seizoen. Nee, precies. En daar zijn natuurlijk een bepaald aantal redenen voor geweest. Ja, goed. In het begin ben ik natuurlijk 6 weken ben ik eruit geweest. Dan mis je gewoon een hele belangrijke fase in het seizoen. Dan wordt de basis neergezet. En als je daar niet bij bent, dan wordt het heel moeilijk om terug te komen. Zeker omdat de basis dan staat. En dat ging ook goed. Dus omdat de concurrentie op het middenveld natuurlijk zeer groot was. Ja, dat is ook een van de redenen natuurlijk. Er staat gewoon een heel goed middenveld. Dat loopt gewoon heel goed. En dat is ook weer moeilijk om ertussen te komen natuurlijk. Ja, maar dan heb je toch bewezen om een goede kracht te zijn. Om toch door te gaan, door te trainen. En je hebt toch een bepaald aantal wedstrijden. Ben je redelijk bepalend geweest? Gelukkig wel. Maar dat heeft ook tijd nodig natuurlijk. Ik bedoel... je moet toch je momenten pakken dat je als je speelt, Piet. En dat probeer ik gewoon zoveel mogelijk te doen. Ja, ik denk onder andere aan die uitwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. Hè? Dat eerste doelpunt. Ja, dat was een mooi doelpunt inderdaad. De combinatie met Kai en Ali die er mooi in vloog van Kai. Dus daarna nog een doelpunt gemaakt. En nog een assist daarna. Dus dat was op zich wel een lekkere wedstrijd voor mij. Ja, en volgens mij ook die thuiswedstrijd tegen Scheveningen. Toen peerde je er ook nog. Nou, peren. Dat was echt zo'n rolletje waarvan iedereen denkt... Gaat die nu weer? Ja. Een buitenkantje rechts was dat, ja. Buitenkantje rechts. Ja, ik zat die beelden toevallig nog vanmiddag te kijken. We hebben hem tegen. Volgens mij dat is een filmpje van Maus van afgelopen zaterdag. Maar dat ging me net goed volgens mij. Oké. Okay. Mooie actie van Maurice trouwens. Hè? Koekoek. Ja, genieten is dat. Hè. Hij zei voor mij nog voor de mensen tegen mij daar komen gaan of dit en dat doen. Maar ik had niet verwacht dat hij het zou doen natuurlijk. Maurice, die doet zoiets altijd. Heb je toch wel een goed jaar gehad bij DVS? Nou ja, goed. Sportief gezien iets minder natuurlijk. Maar verder gewoon met de club, met de vereniging, de jongens, de hele staf. Alle vrijwilligers zeg maar, was het echt een heel mooi jaar. In het begin denk ik natuurlijk, je doet een stapje terug. Alles zou wat minder zijn, maar ik kan echt terugkijken op een heel leuk jaar. Gewoon een leuke sfeer, mooie club. Ja, dus alles was wat dat betreft fantastisch eigenlijk. Ja, jij had natuurlijk in je hoofd, je komt van Spakenburg, je was daar 12e, 13e man. Dan ben je een bepaald niveau gewend en dat moet je behoorlijk zijn meegevallen hier. Ja, dat is me zeker. Ligt aan hoe het bekijkt natuurlijk, maar het is geen stapje terug in ieder geval bij DVS. Dat is wel duidelijk geworden. Het is wel een heel mooi compliment. Manier van voetballen is ook gewoon lekker. Hè? Daar moet je je wel in hebben thuisgevoeld, de trainingen en zo. Ja, goed. De trainingen, daar waren de meningen nog aardig over verdeeld volgens mij dit seizoen. Want het kan altijd anders natuurlijk en het kan altijd beter. Maar ik kan zeggen dat het niveau op de trainingen en de wedstrijden gewoon wel heel goed waren. Ja. En nou ga je naar een club, NEC. En daar heb je wel fiducie in, denk ik. Ja, ik heb er, dat is dan wel denk ik een stapje terug, met alle respect voor NEC. Maar ik ben er laatst geweest toen ze tegen Putten speelden. En
ja, het niveau is gewoon dit is gewoon heel ander voetbal. Het is wat meer beuken en wat meer op de lange bal, zeg maar. En terwijl het hier vooral vanuit voetbal het opzicht is, de combinaties zoeken. Dus het zal daar wel even wennen worden, maar ja, het is wel een leuke uitdaging weer. Ja, en je gaat op het middenveld daar samen met nog een oud DVS'er, Rinke Rozema, lekker lopen ballen, hè? Ja, Rinke, ik ken hem nog niet persoonlijk, hoor, maar is dat die aanvoerder of niet? Ja, dat is de aanvoerder, ja. Dus echt een terrier, hoor. Ja, dat lijkt me wel een, tenminste zag ik ook tegen Putten, dat zag er wel goed uit, inderdaad. Ex-NEC en natuurlijk ook DVS, maar Jurgen Šefčík, die is daar al altijd, die is daar helemaal gek van dat jong. Maar wij wensen je daar in ieder geval heel erg veel succes bij NEC. En we hopen dat je misschien ooit nog wel weer een keer terugkomt, want je bent nog jong genoeg. Ja, wie weet, de bal is rond. We gaan het zien. Bal is rond. Oké. Bedankt, hè. Dankjewel, Piet. Naast mij de volgende speler die afscheid gaat nemen voor DVS 33. En dat doet mij persoonlijk een beetje pijn. Misschien jou zelf ook. Yasin Wolf. Of is het Koert? Koert. Ja, Koert betekent Wolf. Dus je mag het allebei noemen. Geen enkel probleem. Maar niet in schaapskleren? Nee, zeker niet. Ik ben een echte grijs wolf. Die uitdrukking die ken je inmiddels ook al wel. Hè? Zo Nederlands ben je wel. Ja, goed. Maar Turkse ouders, maar hier in Nederland geboren. Ja, mijn ouders zijn allebei in Turkije geboren. Ze zijn volgens mij op hun zesde Nederland gekomen. Ik ben zelf gewoon in Amersfoort geboren. En je woont nog steeds in Amersfoort, geloof ik, of niet? Ik woon sinds december in Woudenberg. Dus dat is een dorpje naast Amersfoort. Ja, dat kennen we, het dorpje Woudenberg. Hey, Yasin, hoeveelste seizoen is dit dat je al draait bij DVS? Dit is mijn vierde seizoen alweer. In die tijd heb ik volgens mij ook drie verschillende trainers gehad. Dus, het is heel snel gegaan in ieder geval. Dus vier seizoenen. Ja. Na dit seizoen zijn dat het vier mooie jaren. Het scoutingsapparaat van DVS was gewoon zeer overtuigd van jouw kwaliteiten. In het eerste seizoen moest je er echt behoorlijk aan trekken om je plek te veroveren. Kan ik me nog goed herinneren. Maar daarna is het van een leien dakje gegaan, Yasin. Ja, gelijk heb je. Volgens mij een half jaar. Dus toen ik hier voor het eerst kwam, tot aan de winterstop was het veel met twee mee. Wel gewoon met één trainen, maar spelen met twee. Af en toe met één mee. En op een gegeven moment was er een keer akkefietje in de bus. En toen mocht ik in de basis starten, mocht ik mijn debuut maken. En ja, sindsdien was het elke keer bij één. Niet meer bij twee, gelukkig. En toen mocht ik invalbeurten meepikken. En vanaf toen, ja, volgens mij na de winterstop is het, heb ik een basisplek veroverd. En sindsdien is het zo verder gegaan. Als ik goed geïnformeerd ben, kom je van de Volendam jeugd. Je bent even bij IJsselmeervogels geweest. Toen belandde je bij Veense Boys en toen DVS. Klopt dat? Tussendoor heb ik nog Turks Kracht gehad. Na Volendam heb ik half jaar Turks Kracht gehad. En toen ben ik naar Vogels gegaan. En vandaar naar Veense Boys en van Veense Boys hierheen. Uiteindelijk is het gewoon Turkse krachteloos. Nee, daar heb ik geen opmerking voor. Ik zie André al naar stuk gaan. Oké, goed. Hey, maar noem eens sterke punten op van jezelf. Ja, ik ben iemand die altijd tijdens de wedstrijd mouwen opstroopt en vol voor gaat. Ik speel altijd in teambelang. Ik heb nooit gedacht van alleen ik, maar altijd in teambelang. Dus dat is mijn sterke karakter, ook karaktereigenschap, denk ik. Daarom vind ik het ook zo jammer dat je weggaat. Ja, aan alles komt een eind, helaas. Ook aan DVS-avontuur. Zwakke punten? Zoals mijn teamgenoten zeggen, meer open draaien. En meer schieten, doelgerichtheid. Dat zijn twee punten waar ik nog aan kan werken. Hey, er zal voldoende belangstelling voor je zijn, want jouw kwaliteiten zijn genoegzaam bekend. Bij de clubs in de omgeving, is er al iets bekend? Nog niks concreets. Er zijn natuurlijk gesprekken gaande, maar ik heb nog
Nog geen knoop doorgehakt in ieder geval. Gesprekken lopen nog. Het zijn voornamelijk hoofdklassen uit de regio. Dus we zien wel hoe het allemaal loopt. Ik weet nog wel een heel leuke club voor je. En, ga je de gesprekken gewoon weer mee openen? DVS 33 uit Ermelo, ken je dat? Jazeker. Die deur is dicht. Ja, en bij DVS knoop doorgehakt. Bij DVS knoop doorgehakt, ja. Dat is wel heel erg jammer. Kijk, die hyena's, de teamgenoten van Yassin Koert. Yassin, ik moet zeggen dat namens DVS TV en namens de supporters, ik heel duidelijk moet zeggen dat we enorm van je genoten hebben. Van je inzicht. Enorm in het teambelang willen werken en daar willen we je voor bedanken en je ongelooflijk veel succes wensen bij een volgende club. Dankjewel, ik hoop dat we het seizoen in ieder geval voor nu goed afsluiten en ik wil iedereen die in DVS warm hart toedraagt vooral die mooie seizoenen bedanken. We gaan nog een afscheidsavond krijgen natuurlijk, maar voor DVS TV is dit in ieder geval heel duidelijk een eindpunt. Klopt, ja. Je afscheid komt nog in ieder geval, boven bij de Business Lounge. Oké, heel veel succes. Bedankt voor alles en ontzettend veel geluk met je partner. Dankjewel, komt helemaal goed, denk ik. Oké, Yassin.